Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe meestervoorspelling. En vandaag staat er een heel bijzonder duelprogramma, want het is Ajax en Vitesse. Twee van mijn favoriete ploegen. En we gaan gelijk kijken naar de opstelling, want wellicht moet er iets gebeuren bij Ajax. Het ging niet heel erg goed tegen FC Twente. We zaten dicht bij de voorspelling natuurlijk, maar dichtbij is niet goed genoeg. Het werd uiteindelijk 1-1 door een goal van Prupper. Waar de laatste minuten van de wedstrijd alweer een beetje. En we gaan even kijken, want ik heb wat transfers doorgevoerd. Na een tip van jullie. Berghuis zit er dus gewoon bij. Die ga ik ook zeker in de basis zetten. En dan verhuist Mazraoui naar rechtsback. Timber centraal achterin met Martinez. En gaan we weer Blind op linksback zien. Ik denk het niet. Ik denk dat we Blind op het middenveld gaan zien. En dan draaien we Blind en Gravenberg heel even om. Tagliafico, die is als het goed is weer teruggekeerd van een blessure. Van een schorsing wil ik zeggen. En dan ziet de aanval er zo uit. We gaan beginnen met Steven Berghuis. Rechtsbuiten. Deed het niet bijzonder goed natuurlijk tegen FC Twente. Maar dat geldt voor de hele ploeg. Tadic linksbuiten. En Haller in de spits. Dat kan misschien tijdens de wedstrijd nog wel gaan veranderen. Dat Haller naar de spits verhuist. Dusan Tadic naar de spits verhuist. En dat we dan een Anthony of een Neres ook weer op de flanken gaan zien. Wauw, en ik heb een bijzonder spraakgebrek. Al gaan we het beste ervan maken vandaag. Ik heb ook jullie gevraagd, wat denken jullie dat het gaat worden? En hier was jullie antwoord. En wederom, we gaan zien wie er gelijk heeft gekregen. Vorige week was het toch 30% van de stemmen die zei dat... Volgens mij was het 30% die zei dat het een gelijkspel zou worden. Nou, jullie hebben allemaal gelijk gehad. We gaan zien hoe het nu gaat. Ajax tegen Vitesse. Ajax in de Johan Cruijff Arena. Met dit keer Steven Berghuis aan de aftrap. En hier zijn we in de Johan Cruijff Arena. En we treffen toch wel een Vitesse. Ja, moet ik nu zeggen dat ze in vorm zijn? Nee, daarvoor is het net iets te kort door de bocht. Ze hebben uiteraard wel over twee wedstrijden gewonnen van Anderlecht. Wat echt een knappe prestatie is. En ik wil niets horen over dat het is niet het Anderlecht van oudsher. Bla bla bla, ze zijn niet in goede vorm. Houd maar op. Iedere Nederlandse club die gewoon van Anderlecht weet te winnen, heeft een goede prestatie geleverd. En datzelfde geldt voor Vitesse. Ongeacht of ze nu 3-0 in eigen huis hebben verloren van Willem II. Dat was een pijnlijke misser. Maar ook Ajax heeft dus punten misgelopen tegen FC Twente. En zit al in de achtervolging op PSV. We gaan zien of daar dit weekend verandering in gaat komen. Ajax-Vitesse, vaak toch wel een wedstrijd die spannend is. Vaak toch wel een wedstrijd waarin veel gebeurt. Pasveer heb ik trouwens ook getransfereerd naar Ajax. Dus vandaar dat je hem hier niet in de basis ziet. En we gaan zien wat we ervan gaan bakken. Ik heb Alvarez eruit gehaald. Waarom? Vorige week liep het gewoon voor geen ene meter. En wat ik nou echt vond ontbreken op het middenveld was gewoon voetbal. Alvarez was goed in de onderscheppingen, maar was verschrikkelijk aan de bal. En natuurlijk, dat waren er meer. Maar hij vertraagde het spel zo ontzettend erg dat ik zoiets heb van, daar moeten we erin gegrepen. En dus dit keer met Blind op het middenveld. Compleet gemaakt door Gravenberg en Davy Klaassen op 10 uiteraard. This is how the visitors will set up today. En we gaan aftrappen, jongens. Looks as though they're going with the belt and braces approach. Yeah, 5-3-2. Het zal geen makkelijke wedstrijd worden. Vorige keer wisten we in de voorspelling 1-0 te winnen van FC Twente. Dat was natuurlijk een doelpunt van Ryan Gravenberg. 10 minuten voor tijd. Het liep allemaal wat anders. Robin Prupper. Die had zoiets van nope. En die maakt een doelpunt die hij nooit meer van zijn leven maakt. Gravenberg. Maar ja, ook dat is voetbal natuurlijk. Steven Berghuis hier aan de bal. Is hem voorbij? Wordt aan zijn shirt getrokken. Oh, en hij schiet hem gewoon binnen. Lekker hoor. Steven Berghuis hier met rugnummer 11. Dat klopt natuurlijk niet. Dat is het rugnummer van onze Anthony. Die is dit jaar van 39 naar 11 gegaan. Maar een prachtige goal van Steven Berghuis. De nummer 23 van onze ploeg. Hij schiet hem gek binnen, moet ik zeggen hoor. Een wereldstart van Ajax. Steven Berghuis. Ik dacht toch dat dit redelijk kansloos zou zijn.
Maar ik durfde de bal ook niet opzij te leggen, want er liepen nog wat verdedigers. En zo is het al vroeg. 1-0. Met een doelpunt van Steven Berghuis. The opening goal of the game, ook is er... ja, we zitten natuurlijk in het laatste weekie. Er is weer een hoop transfernieuws. Zo zijn er natuurlijk de geruchten van Mbappé, die naar Real Madrid lijkt te vertrekken. Daar is behoorlijk wat geld mee gemoeid. Ik hoor bedragen van 160, 170, 180 miljoen. Insanity. Maar ook Ajax heeft niet stilgezeten. Want we hebben een nieuwe speler gekocht. En heel eerlijk, ik ken hem niet. Het is Darami. Speelt in de Deense competitie. Is nu ook opgeroepen voor het Deens nationaal elftal. Schijnt talent te zijn, 19 jaar. Ajax trekt toch wel behoorlijk de portemonnee voor deze speler. Want er wordt 12 miljoen betaald en dat kan oplopen tot 13 miljoen. Wat natuurlijk een groot bedrag is. Hetzelfde bedrag wat we eigenlijk ooit betaald hebben voor David Neres. En de komst van Darami lijkt toch wel een beetje de toekomst van Neres bij Ajax te hebben vastgelegd. Want we hebben Internacht al horen zeggen dat er misschien niet altijd evenveel perspectief is voor de vleugelaanvallers. En dat we moeten gaan kijken wie we moeten gaan verkopen. Nu was het geen geheim natuurlijk dat Neres al langer op de nominatie stond om te vertrekken. Simpelweg heeft natuurlijk al een aantal jaartjes bij Ajax gevoetbald. En hier is Dusan Tadic met de 2-0. Dit lijkt een walkover te gaan worden. Ik denk niet dat zondag het geval gaat zijn. Zondag om 2:30. Maar staat hij helemaal vrij. Bazoer stapt uit. En is hem dan vervolgens helemaal kwijt. De nummer 10 verliest de nummer 10. En weet je, als je dan Tadic laat draaien naar zijn goede been. Dan weet je dat je gezien bent. Ajax al vroeg op een 2-0 voorsprong. Second goal for them here. Maar wat ik wilde zeggen, Neres dus, die lijkt te gaan vertrekken. Er zijn hier en daar wel wat vage geruchten. Op dit moment, de naam die het meest rondzingt, is toch weer de ploeg van Peter Bos. Die lijkt wel wat te voelen voor oud Ajaxide, want klopte natuurlijk al eerder aan bij André Onana. En ik zie dat Mazraoui wederom weer geblesseerd is. Lijkt toch wel een beetje een man van glas. Zowel in de echte wereld als hier in de game. En dus zullen we het ermee moeten doen. Gelukkig hebben we daar natuurlijk nog Rens. Kleiber uitgeschakeld voor een lange tijd. Met een zware knieblessure. Erg vervelend natuurlijk voor hem. Al denk ik niet dat hij op veel speelminuten had kunnen hoeven rekenen dit seizoen. Auw, en een verschrikkelijke bal. En we gaan hem ook gelijk wisselen hoor. Rens, hier staat hij, Devine Rens, rechtsback. Iemand die natuurlijk vorig jaar definitief is doorgebroken bij Ajax. Maar nog wel een aantal serieuze namen voor zich te dulden heeft. Mazraoui is er daar één van, Tagliafico is er daar één van. Kan op zowel links als rechts. Kan eigenlijk zelfs nog in de centraal in de verdediging. Daar heeft hij namelijk ook gespeeld in de jeugd. Maar we gaan zien waar hij dit seizoen gaat belanden. Kan mogelijk rechtsback gaan worden. Er schijnt ook interesse te zijn natuurlijk voor Mazraoui. Maar Olympique Lyon klopt dus aan bij Ajax. Lijkt aan te gaan kloppen voor David Neres. En ik ben zo ontzettend benieuwd met wat voor een transferbedrag ze gaan komen uiteindelijk. Want, ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, na dat fantastische Champions League seizoen. 2018-2019, toen we 4-1 wonnen van Real Madrid onder andere. Dan weet je dat er op een gegeven moment serieus interesse was van Neres. Onder andere vanuit China. Toen hadden we het gewoon over bedragen van 50 miljoen euro. Nou, dat zal nu absoluut niet het geval gaan zijn. Maar wat gaat het wel zijn? Ik heb het idee dat 20 miljoen... Zelfs dat op dit moment nog een beetje wishful thinking is. Natuurlijk geen vaste basisspeler bij Ajax. Ja. Sebastien Haller. Weet je, om de 10 minuten lijken we nu een doelpunt te gaan scoren. Dat is gek. Maar dat staat toch wel op Legendary. Maar ze lijken toch elk lauw schot op goal.
Well, toch in te vliegen. Ook deze was niet bijzonder hard. Draait nog naar zijn rechterbeen, maar schiet toch met links. En raakt dan de paal lat. En dan stuit het vervolgens weer uit de goal. Hier hebben we een goed blik op wat er hier gebeurde. Stuit het achter de lijn. Er is hier geen VAR voor nodig. Sebastian Haller zet Ajax op 3-0. Well, this is threatening to get out of hand. En ja, 20 miljoen, dat lijkt mij een beetje wishful thinking. Ja, dat is dus al 30 miljoen minder dan dat we ooit eerst zouden krijgen. Tel er nog bij op dat we 12 miljoen voor hem hebben betaald. Volgens mij is daar nog een doorverkooppercentage bij bedongen. Dus hoeveel houdt Ajax uiteindelijk over voor die transfer? Ik ben bang niet zo heel erg veel. En dat is toch wel jammer voor een jongen die echt een lange tijd geschitterd heeft bij Ajax. En nu toch wel redelijk voorbij te zijn gestreefd door zeker Steven Berghuis. Die is een plaatje wel zeker. Maar ook Anthony. Ook Anthony lijkt inmiddels in de pickorder voorbij Neres te zijn gegaan. En dat is pijnlijk. Want dit was altijd een prachtige speler om te zien. Maakt een aantal mooie doelpunten. Is ook zwaar geblesseerd geweest natuurlijk. Dat heeft hem geen goed gedaan. We gaan zien wat we voor hem gaan krijgen. Er is ook nog steeds nieuws rondom Onana. Want Olympique Lyon naast de interesse in Neres zouden ze ook nog steeds geïnteresseerd zijn in Onana. Onana die al een persoonlijk akkoord had met Olympique Lyon. Maar daar uiteindelijk toch weer op terugkwam. Waardoor Ajax zelfs dat kleine beetje transfersom ook zag verdampen. Het zou hier zo gaan om zo'n 3 tot 5 miljoen. Ook dat leek niet door te gaan. Toch lijkt Lyon niet op te geven. En dus gaan we het zien. En ik heb zoiets van, laat hem vertrekken. Alsjeblieft, laat hem vertrekken. Want 1. Die man gaat niet warm onthaald worden in de arena. Dat is wel duidelijk zover. Ik had toch een discussie met verschillende Ajax-leden hierover. En die vinden gewoon, ja, Onana is beter dan Stekelenburg. Die moet je gewoon opstellen. Dat is het allerbelangrijkste. En voor mij is het zoiets van, nee jongens, we zijn een club. We zijn een club van statuur. We zijn een club die zich niet moet laten piepelen. Zeker niet door zo'n speler. Een speler die Ajax flink heeft benadeeld. Eerst natuurlijk met het dopingschandaal. Wat nou precies is gebeurd, weten we niet. Vooralsnog heeft hij een jaar schorsing gekregen. Daar zijn 3 maanden vanaf gegaan. Ajax heeft besloten toen destijds om zijn salaris door te betalen. Iets wat ze niet hoefde te doen. Daar heeft hij dankbaar gebruik van gemaakt. Maar besloot vervolgens een contractverlenging te weigeren. Dat is zijn goed recht natuurlijk. Maar niet heel erg chic en netjes. 1. Hij gunt Ajax daardoor geen transfersom. Ajax die hem toch heeft opgepikt bij FC Barcelona. Waar die toch een beetje op een doodspoor leek te zitten. Heeft hem in hem geïnvesteerd. Heeft hem altijd gesteund. En hij keert nu een beetje de rug naar de club. Waar hij uiteindelijk toch wel redelijk groot is geworden. Blijft voor mij een van de beste keepers van Europa. Dat is gewoon zo. Weet je, boort Ajax een flinke transfersom door de neus. Reputatieschade ook voor de club natuurlijk, door wat er is gebeurd. En dan vervolgens ook die 3 tot 5 miljoen die Lyon voor hem heeft, niet aan Ajax gunnen. Weet je, ga maar weg. Ik heb liever een clubjongen als Stekelenburg. Tuurlijk, hij is minder. Hij is minder dan Onana. Maar hij is niet heel veel minder dan Onana. En zeker een keeper die een jaar lang niet gekiept heeft op niveau. Ik vraag me af. Ik denk dat dat een marginaal verschil is uiteindelijk. En dan heb ik zoiets met hoe die nu in de groep ligt. Hoe die bij de supporters ligt. Doe het alsjeblieft niet. En laat vooral zien ook als club. Wij als Ajax. Laten niet met ons piepelen. Wij rechten onze rug. Wij hebben ruggengraat. En als iemand ons naait. Weet je. Dan is het gewoon over en uit. En dan gaan we niet omdat we zo graag willen overwinteren. Want ik denk dat we dat ook gewoon prima zonder hem kunnen. Dan gaan we niet onze principes opzij zetten. En ik hoop dat Ajax zich daaraan houdt. De corner, tweede helft. Geen wissels. En Sebastian Haller die net overkopt. Maar jongens, we moeten het ook heel even gaan hebben. Over de Champions League loting. Want deze week was daar de loting. Vrijdagmiddag om 6 uur. Of avond, hoe je het ook wil noemen. Vrijdag
In ieder geval. En daar kwam toch op papier een gunstige loting voor Ajax uit de bus. Want Ajax loodt Borussia Dortmund, Besiktas en Sporting Portugal. En laat me heel even uitleggen. Ik ben redelijk teleurgesteld over de loting. En dat moet ik uitleggen omdat dat over het algemeen een afwijkende mening is. Als ik zo een beetje het algemene sentiment peil van de Ajax op social media. En voor mij is het gewoon, weet je, je speelt Champions League om tegen de allergrootste clubs ter wereld te spelen. En laten we heel eerlijk zijn, dit zijn clubs van een wat kleinere statuur. En dan heb ik het met name over natuurlijk een Besiktas en een Sporting Portugal. En niet dat dat geen goede clubs zijn. Maar weet je wat het is? Ik kijk Ajax Champions League voor de onvergetelijke voetbalavonden. En je kan lullen wat je wil. Maar al win je 3-0 van Besiktas uit 0-3. Dat zijn niet avonden waar je het jaren later nog over hebt. Nee, tuurlijk niet. Dat zijn de wedstrijden tegen Manchester United. Dat zijn de wedstrijden tegen Real Madrid. FC Barcelona. Noem ze me allemaal maar op. Paris Saint-Germain. Dat zijn de clubs waar ik tegen wil voetballen. En tuurlijk is de kans dan kleiner dat je uiteindelijk Europees weet te overwinteren. Want ik snap dat dat voor een club natuurlijk zo ontzettend belangrijk is. Maar als fan heb ik zoiets van, ik wil juist in een pool met Paris Saint-Germain, Liverpool, noem ze allemaal maar op. Om vervolgens ook te overwinteren. En dat zijn dan Champions League avontuurtjes waar je het jaren later nog met je vrienden over hebt. En voor mij is dat belangrijker dan een zo makkelijk mogelijke pool, zodat de kans zo groot mogelijk is dat we overwinteren. Dus ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. En ik snap dat het niet voor iedereen geldt. Maar voor mij, de Champions League blijft toch iets magisch. Het is de mooiste clubcompetitie ter wereld. En hier komt Allaire! En we gaan wat wisseltjes doorvoeren, jongens. Allaire moet er wel aan gaan trekken. Was ook tegen FC Twente niet best. Nogmaals, dat was de hele ploeg niet. Dus ik neem het hem ook absoluut niet persoonlijk kwalijk. Maar het is toch een jongen die een gigantisch hoog rendement heeft. Dat is zo. Maar ook als je kijkt gewoon na het spel, het is niet voldoende. Ook de goal van Allaire tegen FC Twente verbloemt aardig wat. Het was een lauw intikkertje. Tuurlijk, hij staat er wel. Dat moeten we hem ook geven. Maar is dit iets waar hij vertrouwen uitgeput zal hebben? Dat denk ik niet. Heeft zichzelf ook uitgelaten over de huidige situatie. Staat er positief in. Snapt dat hij hard moet gaan werken. En nog een aantal flinke verbeterpunten heeft. En wanneer dat gebeurt, dan hoop ik dat uiteindelijk alles op zijn plek valt. Want heel eerlijk, Sebastian Haller kan een fantastische spits zijn voor Ajax. En ik merk dat ook de ploeg nog steeds gewoon aan hem moet wennen. En hier komt Klaassen. Pats. Binnenkant paal. 4-0 in de 70ste minuut. Davy Klaassen. Geef hem niet de ruimte om te schieten. Want hij maakt het af. Zo ook hier. Binnenkant paal. Snoeihard binnengeschoten. En de keeper van Vitesse kansloos. Loopt hij hier, wandelt hij hier gewoon doorheen. De verdediging is nergens te bekennen. En vervolgens is het simpel afronden. 0-4-0 moet ik zeggen. Niet 0-4, 4-0. Last but not least. Ekkelenkamp. Die jongen vertrekt bij Ajax. We zagen vorige week nog een gesprek met hem. Op het veld met Ron Jans, die een leuk geintje maakte. Geen geheim natuurlijk dat FC Twente al langer loopt de dingen naar de diensten van Jurgen Ekkelenkamp. Lijkt het niet te gaan worden, want Jurgen Ekkelenkamp die heeft een overeenstemming bereikt met Hertha BSC, de Bundesliga. Daar gaat hij naartoe. En ik vind dat toch wel jammer. Ik vind het zeer jammer. Hij had nog een contract voor een jaar. Zat natuurlijk ook een beetje op een doodspoor bij Ajax. Dat is 100% zo. En dit is makkelijk afronden voor Dusan Tadić.
5-0. Nou, dan wordt het wel een hele gekke middag in Amsterdam, hoor. Ik zie het niet zo 1, 2, 3 snel gebeuren, maar de game ligt niet. Toch? Of wel? 5-0. Knap de bal afgepakt van Anthony, die gelijk oog heeft voor zijn medespeler. En voor Tadic is het makkelijk afronden. 5-0. Maar Jurgen Ekkelenkamp, heel eerlijk, ik vind het een beetje jammer dat hij vertrekt. Is een jongen die is doorgekomen vanuit de jeugdopleiding. We kunnen ons allemaal, weet je, die legendarische uitwedstrijd, of was het thuis? Oh, dat weet ik niet meer. Ik denk dat het uit was. Die legendarische wedstrijd tegen Juventus, waarbij die inviel. En vervolgens Cristiano Ronaldo, die naar Manchester United is getrokken. Naar de grond op met een fantastische judo-worp. Prachtig om te zien. Zeker voor zo'n jong ventje. En weet je, hij had bij Ajax wel, had hij dit seizoen zeker niet aan de bak gekomen. Maar toch, hè. Ik had hem heel graag bij een Eredivisie-club willen zien. Hoppa, 6-0. Anthony. Tuurlijk, zijn contract liep nog maar een jaar door. Dus er moeten beslissingen gemaakt worden. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik had toch nog heel graag liever Jurgen Ekkelenkamp bij bijvoorbeeld een FC Twente gezien. En gewoon gekeken hoe hij het een jaar in de Eredivisie doet als basisspeler. Om dan vervolgens een keuze te maken. Het is erg jammer. Ajax vangt zo'n 3 miljoen euro voor de middenvelder. En hij tekent in Duitsland tot 2025. En hopelijk weet hij daar een nieuwe stap te zetten in zijn carrière. Het is een funny dude. Not the best challenge, free kick. En ik wens hem het allerbeste natuurlijk. Een vrije trap van Tanane. Zal hij het op goal proberen? Ja, het is wel een typische Tanane vrije trap. En die zijn of geniaal, of die zijn op deze manier. Dit is één van de twee, er is geen middenweg. Diezelfde Tanane die veel te dik terugkwam van zomervakantie. Iets waar die niet erg warm werd onthaald bij Vitesse. En vooral om Tanane en Bazoer zijn allebei een aantal dingetjes te doen. Dit is echt een waardeloze voorzet trouwens. Zowel Tanane als Bazoer willen weg. Maar in het geval van Bazoer wil de club vooral een te hoge transfersom. Al vindt Bazoer dat zelf. Ik ben van mening dat 4 miljoen veel te weinig is voor iemand met de kwaliteiten van Bazoer. Natuurlijk, daar komen ook negatieve aspecten bij kijken. Maar weet je, je kan niet ontkennen hoe belangrijk die jongen is geweest voor Vitesse afgelopen seizoen. Echt een sleutelspeler. Een van de redenen waarom ze ook Europees voetbal spelen dit seizoen. Dus daar mag je ook wel wat voor verwachten. En tuurlijk, ja, hij zorgt voor onenigheid in de selectie af en toe. En hij is vervelend. En je moet hem 3 keer per jaar terugsturen naar tweede elftal. Maar dat neem je op de koop toe wanneer je die jongen binnen had. Want je weet, hij kan het verschil voor je gaan maken. En dat heeft hij dan ook gedaan. En datzelfde geldt in mindere mate een beetje voor Tanane. Wat er gaat gebeuren met de spelers, we gaan het niet zien. We gaan het zien. En wellicht dat we ze ook in de arena morgen terug gaan zien. Ajax tegen Vitesse. 6-0, jongens. Lijkt me een heftige score. Maar laten we niet vergeten dat Willem II afgelopen week er ook 3 in wist te pikken tegen Vitesse. En ook Anderlecht wist het netje makkelijk te vinden tegen Vitesse. Ook al waren ze uitgeschakeld. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe meestervoorspelling. Excuses voor de vele versprekingen. Ik weet niet, ik heb echt een enorm spraakgebrek vandaag. Maar mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook niet te abonneren. Alvast bedankt daarvoor en drop je voorspelling hieronder in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!